Goedemiddag, mijn naam is Ron Blauw van Ron Blauw Restaurant in Ouderkerk en Amstel. En wij gaan vandaag een heerlijk vegetarisch gerecht maken met heel veel ingrediënten uit onze eigen tuin in Baanbrugge. We gaan een gerechtje maken van kroten, oftewel biet. Die gaan we mengen met een vocht van sinaasappel. Daar komt een crème bij van Pierre Robert kaas, een kruim van olijf en wat mooie snijbiet. Nou, dit zijn de eerste bietjes weer uit onze eigen tuin. Die gaan we schoonmaken, even heel licht afkoken. En als we ze afgekookt hebben, gaan we ze marineren in een vocht van bietensap, suderans en een heel klein beetje goudpoeder hebben we erbij gedaan. Nou, dat hoeft niet te warm te worden. Het gaat erom dat het een beetje lauwwarm is, dat het niet geen kokend hete biet hebt. Want als die bieten kokend heet zijn, dan is het mondgevoel en de smaak is gewoon helemaal weg. Belangrijk is met groenten dat je het gewoon niet te heet verwarmt. Chère maakt. Nou, de Pierre Robert kaas, daar hebben we een mousse van gemaakt. Pierre Robert, langzaam laten smelten, eigenlijk op kamertemperatuur. Kan 2-3 uurtjes duren. Nou, als dat gebeurd is, dan doen we hem door een zeef draaien en mengen we met crème fraîche. En we hebben hier wat bietensap doorheen gedaan voor de kleur en ook voor de gimming op het bord. Dat we eigenlijk een heel roodachtig gerechtje gaan maken. Daaroverheen maken we een kruim van olijf. Olijven ontpitten, drogen in een droogmachine voor een dag of twee. Dan fijn malen en door een hele fijne zeef halen. En dan krijg je een heel knapperig kruim van olijf. Eigenlijk een gerechtje wat we maken zonder zout en peper. En de olijf geeft het zoute accent aan het gerecht, net wie die bijt. Daar komt bij voor het zoetje een coulis van sinaasappel en rode bietensap. Dat hebben we heel lang laten inkoken. Een beetje karamelliseren, zodat je een hele mooie, dikkige substantie krijgt. Een coulis van rode biet. Mooie, gare, gerookte bietjes. Pureren met balsamico en wat groentevol, zodat je een hele mooie, gladde jus krijgt. En wat huisdressing om toch de sla even mee aan te maken. Geen sla gaat op het bord zonder even de dressing aangeraakt te hebben, vind ik. We hebben onze nieuwe collectie borden voor gebruikt. De biet hebben we licht verwarmd. Zodra je dat verwarmt, zie je dat het goud helemaal opkleurt. De biet lekker op het bord draperen. Klein beetje. Het vocht erbij. De crème van Pierre Robert. De tussendoor. Niet te veel. De verhouding biet en kaas moet gelijk zijn. De jonge snijbiet met de dressing een beetje als een bloemstukje er doorheen. Voor het zoetje doen we een klein beetje van de sinaasappelbiet. Niet te veel, want gaat het zoet overheersen. Het kruim. Coulis voor rode biet. Om we toch allemaal wat zachte ingrediënten in het gerecht hebben, willen we toch nog een kleine bite, een beetje yin-yang gevoel aan het gerecht geven. Het zachte met het krokantje. Hebben we bietenvocht helemaal ingekookt. Klein beetje laten karamelliseren. En in een speciale droogmachine hebben we daar hele mooie blaadjes van gemaakt in een malletje. We maken kleine vormpjes in de droogmachine van het biet en zijn natuurlijke suikers. Zodra het gedroogd is, doen we hem hierin en dan drukken we het op elkaar. En dan heb je hele kleine krokante blaadjes die een fantastisch krokant effect geven aan het gerecht. Nou, dan heb je een prachtig rood gerechtje van rode biet, olijf, de kaas die het ziltige eraan geeft en het zoetje van de sinaasappel en de biet. En ik denk een heerlijk vegetarisch zomersgerecht, lekker op het terras met een flesje rosé. Eet smakelijk.
voor al uw soepen en sauzen. De zwarte tapenade van Rom Laurens erop.